vooral blijven kijken en blijven gluren bij Corine en de Beestenbol. Ja, lekker, lekker, lekker. Gezond en voedzaam. Lieve vrienden, een hele, hele goede middag gewenst vanuit onze naam Corina en de Beestenbol. Want daar zijn jullie weer aanbeland. Ja, ik kom net op mijn bed rollen. Ja, en het is 4 minuten over 2. Oi, oi, oi. En het is vrijdag de 3 september. En waarom ik net op mijn bed kom rollen? Nou, ik ben vanochtend wel wakker geweest. Maar ik had tenminste wakker geweest. Ik had nog niet geslapen. Het was meer doezelen en dan weer wakker, want ik vergave de pijn van mijn rechterknie en mijn rechteronderrug. Maar het doet er even niet toe. Ik heb vanochtend ook een telefoontje gepleegd, maar ik ben nog niks opgeschoten, want ik heb geen huishoudelijke zorg. De gemeente ben ik mee bezig. Ja. Ik heb er nog niemand van gesproken dan enkel, maar ik zal u erover binden. Ik heb al met al 1,5 uur aan de telefoon gezeten te wachten. En hoor je zo'n muziekje achter. Zo'n muziekje. Totdat je dan iemand krijgt. Ja, ik moet u dan even doorverbinden met de juiste afdeling. Oké, nou. Heb u een moment geduld? Ja hoor. Ja, nou dat moment werd weer een uur. Dus al met al, reken maar uit, 1,5 uur plus nog een uur, 2,5 uur aan die telefoon zitten hangen. Maar ik kreeg niemand en ik was zo moe. Ik denk, nou, ik wil slapen, weet je. Ik heb vannacht niet geslapen door de pijn en ik ben zo beroerd erop van. Nou, ik denk, hang maar neer, vanmiddag maar weer, want we zijn tot 5 uur aanwezig. Dus ik ga straks weer proberen. Ik ga nu eerst even een frisse neus halen met de meisjes en als ik terugkom ga ik weer bellen. Ja, strak plan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik moet ook de keuken nog steeds doen. De naaimachine staat nog op tafel. Ik ben gisteren bij Meri heen gegaan om de spullen weer terug te brengen. Ik ben ik daar weer vanaf. Ik moet de kattenbak nog doen. Dus ja, heel wat werk te verrichten. Hé? Ja. Ik zal eerst beginnen om Kandalf eten te geven en daarna de meisjes uitlaten. En dan zien we wel weer wat ik kan gaan doen. Op het bellen na. Bel als je zit te wachten op de juiste persoon. Oké, op wat doen. Ha! Ik hoop dat ik de hik of zoiets heb. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van de dingen die je doet. En ik vergeet jullie gewoon niet. Nee, en jullie vergeten mij hopelijk niet. Het komt allemaal wel goed. Ik zeg, gewoon blijven kijken en blijven gluren bij Corina en de Beestenbol op de kanaal. Lieve vrienden, ik ben er weer even. Elwin die komt net aangelopen naar de deur toe. Die wil er geloof ik weer in. Die is een hele tijd buiten bezig geweest. Die legt al een tijdje in huis, want die was stout aan het doen. En ik heb de keukenhek tot op zekere hoogte schoon en netjes. Zoals jullie zien, de vaatwasser draait. De kattenbak heb ik schoongemaakt. De wasdroger die draait. Enkel ligt hier trouwens nog een klein beetje vuile boel, maar dat moet even nog in een tas. Die kan ik weer terugzetten op tafel. En dat is geen probleem. Want hij maakt vlekken op de tafel, maar die vlekken gaan uit zichzelf weer weg. Wauw. Hoe dat kan, ik weet niet. Het is 7:50. Ik ben een vlog van Karin aan het kijken. Als ik die af heb, die heb ik bijna af. Ga ik met de meisjes lopen en daarna ga ik voor mezelf zorgen. Dat ik eten krijg en ik moet nog een vlog in elkaar zetten en ik ben oh zo moe. Ja, dat heb je als je 's nachts niet kan slapen. En dan 's morgens 2,5 uur aan die telefoon hebt zitten te hangen en zitten te hangen net zolang dat je hoopt dat je doorverbonden wordt.
wat niet gedaan werd. Maar ik heb vanmiddag teruggebeld. En toen zat de afdeling er eigenlijk niet meer die ik moest hebben. Dus ik heb gewoon naar de gemeente zelf gebeld. En ik heb het uitgelegd van zo en zo. En toen zag ze dat er nog eentje wel aanwezig was. Dus we hebben me doorverbonden daar naartoe. En die heeft er nou een spoedcluster van gemaakt. Ja, ik kan niet zonder huishoudelijke zorg. Kom op. Ik bedoel, ik ben bek af, hè. Ik had aan het stoffen geweest. Ik moet mijn bureau enkel nog doen en die plankjes weer. Maar de meubels op zich heb ik allemaal gestoft. Maar stofzuigen ken ik nou niet meer, want ik verga al van de pijn. Ja, ik weet niet hoe het komt. Mijn rechterbeen wil niet en de rechteronderrug. Ja, ik weet het niet. En die kleine meid is hartstikke gek. Hiya, hiya, ho, ho, ho. Ja, je bent een kleine meid en je bent zo gek als een deur. En via, ha, ha. Hiya, hiya, ho, ho, ho. Hé? Joh, je dingetje zie je. Ja, skut maar eens even een keer. Hé? Malle meid. Joh. Met mijn meisje, je troep in je haar hier bovenin. Allemaal troep. Ja. Hé? Ja. Wel ja. Als het morgen al knap weer is, gaan we even, denk ik, met de meiden weer naar Cape Holland, CQ Oude Rijkswerf. En dan kan Elwing sowieso weer het water in. En als Karin er is, ik weet het niet, nou ja, die heeft ook natuurlijk veel pijn. Maar ja, dan laten we Rijka desnoods er niet in. Zo hoeft dat niet altijd. Maar Elwing, die gaat toch uit zichzelf, dus ja. Hé? Maar oké, ook weet ik dankzij Karin een plekje waar allemaal leuke cadeaukeien liggen. Oftewel die kleine steentjes die opgeschilderd zijn. Dus dan gaan we morgen ook met weekend even kijken. Ja, is leuk. Maar dan neem ik de dieren niet mee. Nee, ik denk dat het misschien zondag wordt. De vaatwasser is klaar. Nou, dan gaan we die even uitdoen. En ik moet Kandorf proberen binnen te krijgen. Anders kan ik niet een rondje gracht. Zo, daar is Kandorf. Hi. Hi. Oh ja. Oh ja. Nou, kom dan. Kom maar dan. Kom dan. Ja, kom dan. Kom dan. Wat gaan we krijgen? Kalf krijg je. Ja. Moet je komen? Moet je komen? Ik zal je bakje halen. Ga weg, ga weg. Ga weg, 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 weg. Even zijn bakje pakken. Daar zit nog wel in, maar daar neemt meneer niet genoegen mee. Zo. Kom, Doffie. Oh, kom je dan. Kom maar dan. Ik zet jullie even hier neer als dat wil. Zo. Ja, kom dan. Ja, kom dan. Ja, goed zo. Die is binnen. Zo. En er ligt hier weer een ronde brok. Hou dat eens bij je in de bak. En alles opeten. Ja. Even. Zo. Hup. Eentje bakkie. Kan ik tenminste zo meteen wandelen met de woefies. Nou. Ja, kerel. Zo. En dan pakken we een zakje. Ik krijg gewoon boterhamzakjes.
Maar ik hoef niet naar mijn werk of wat dan ook. Dus ja, dat heb ik niet. Dus ik gebruik het als afvalzakjes. Dan gaat het er ook in de vuilnisbak er niet naar ruiken. En dan komen er ook geen ongedierte erop af. Dat is zo makkelijk. Hé, Kalafie? Ja, nou? Ja! Zo. En dan even omscheppen met een oude vork. Oh, de deksel is niet dicht van de vuilnisbak. Weg. Zo. En de spoel slijt om. Ja, man. Nou, kom dan. Nou, kom dan. Nou, kom dan. Oeh, wie hebben we daar? Is het Kandolfi? Jij, is het Kandolfi? Ja, dat ruikt lekker, hè? Mwah. Nou, maar je komt niet op het aardig. Dat is iets wat wij niet willen. Nee, dat willen wij niet. Even de ring weer zien te versieren. De ring, zeg ik. En die zie ik dus niet. Oh, die zit daar. Zo, nou even wel. Kom maar, kan af. Ja, kan af. Ja, man. Ja, alsjeblieft. Kan jij eten? Ja, echt waar. Zo, nou, dan ga ik eerst even lekker die vlog van Karin even afkijken. En eventjes er wat leuks eronder zetten. Duimpje heb ik al gegeven. Dus ja, doen jullie dat ook? Ook bij mij, hè? Mij niet vergeten, hè? Want ik vergeet jullie ook niet. Nee. Dus ik zou zeggen, geniet verder. En ik neem jullie sowieso mee, maar of ik film, weet ik niet. Nee. Dat merken we wel. Het ligt er helemaal aan. Valt er wat te zien. Valt er wat te beleven. Het is iedere keer hetzelfde weggetje. Ja. Dus. Maar in ieder geval. Lieve vrienden. Ik zou zeggen. We spreken elkaar weer. Lieve vrienden. Ik ben dus met mijn eten bezig. Ik ben met een wrap bezig klaar te maken. Ik heb dus eerst een wrap neergelegd. En daarna met deze kaas ingesmeerd. Toen een paar plakjes ham erop. Toen was Rella, of hoe dat ook mag heten, die kaas. Ik heb nog een tomaatje liggen. Die ga ik nou snijden. En dan doe ik nog een beetje van deze eroverheen. En nog heb ik hier bieslook en peterselie. Ja, dus ja. Ik laat het straks aan jullie zien als het klaar is. En hij ziet er dus nu zo eruit. Ja, lekker, lekker, lekker. Gezond. En voedzaam. Dus ja, ik laat het mij lekker smaken. Biertje erbij. Het juiste merk. Dan weten jullie wel wat. Ik bedoel, ik moet nog even koffie maken. Nou ja, dat wordt toch niet koud, want het is een koud gerecht. Dus ja... Zo, kunnen we dat even opruimen. Dat laat ik nog even staan, want stel je voor dat ik nog een tweede wil. Dan kan dat ook nog. Ja, en daar ligt madame Elwing. En daar zit madame Rijka, althans die ligt ook. Mijn biertje is er klaar. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En geniet met elkaar, van elkaar. En ja... Wees lief voor elkaar. Voor later op de avond uiteraard. Slaap lekker met mooie dromen. En weer gezond uit je bed zien te komen. Dus aan de andere kant van de nacht.